Hoi, ik ben Peter Emers, sportfysiotherapeut. Ik ben Mike Foppen en wij gaan jullie met een aantal oefeningen laten zien hoe je voet- en onderbeenklachten kunt voorkomen. Veel hardlopers hebben helaas last van voet-, enkel- of onderbeenklachten. De aanpak bij recreanten is niet heel anders dan bij topatleten. We gaan jullie zo meteen de opbouw laten zien zoals we bij Mike met veel succes hebben aangepakt. De eerste oefening is een kuitoefening. Die heet de calf raise. Nou Mike, je staat al helemaal goed op twee voeten. Ga rustig aan op je voorvoeten staan. Hakken omhoog en rustig terug. Ja, en nog maar een keer. Juist, heel goed. Je ziet dat dit eenvoudig gaat. Mike heeft dit veel geoefend. Oké. De oefening kan ook moeilijker gemaakt worden wanneer dit te makkelijk is en dan doe je hem op één been. Nou Mike, ga op één voet staan. En dan doe je eigenlijk dezelfde oefening, maar nu op één been. Juist, je ziet dan meteen dat de balans wat moeilijker is. Keurig, netjes. Heel goed, nog één keer. Goed zo. Deze oefening is om de kuitspieren sterker te maken. Ik zou deze oefening zo'n 15 tot 20 keer herhalen met een setje of 3. Dat is wel voldoende. Oefening 2 is een voetoefening. Die heet ook wel de short foot. Oké, Mike. Je zit al op een stoel, rustig de voet voorstaan. Dat doe je altijd met één voet tegelijk, want anders wordt het te ingewikkeld. Je voet is eigenlijk een driepoot. Dat betekent je hak, de bal van de grote teen en de bal van de kleine teen. Die moeten alle drie op de grond staan. De eerste stap van de oefening is dat je je tenen optilt en rustig spreidt en neerlegt. Ga je gang, Mike. Heel goed, netjes. Volgende stap van de oefening is dat je vervolgens de bal van de grote teen rustig aan richting je hak schuift. Ga je gang, Mike. Ja, netjes. Heel goed. En weer ontspannen. Oké. Als je gemerkt hebt dat je tenen gaan klauwen, dan ga je weer terug naar stap 1. Spreid je tenen, leg ze rustig neer en vervolgens weer die bal van de grote teen richting je hak. Netjes, Mike. Goed zo. Oké. En rustig terug. Tenen spreiden. Leg ze maar neer. Bal van de grote teen. Ja, heel goed. Het spreekt voor zich dat je deze oefening natuurlijk met twee voeten doet. Dus dat betekent dat je eerst de ene voet doet en vervolgens de andere voet doet. Dit herhaal je totdat je vermoeidheid voelt onder je voeten. Oefening 3 zijn eigenlijk twee stabiliteitsoefeningen. Ook weer voor je voet en onderbeen. Oké, Mike, de eerste oefening die ken je al. Dat is op één voet staan. Vervolgens ga je met je hak 1 centimeter omhoog. En zoals ik al uit heb gelegd, ga maar even terug, is je voet een driepoot. En bij deze oefening gaan we de stabiliteit oefenen van de voorste twee poten. Dus niet je hak, maar de bal van de grote teen en de bal van de kleine teen. Oké, Mike, ga op één voet staan. En dan til je je hak 1 centimeter omhoog. Je blijft afduwen op de bal van de grote teen en de bal van de kleine teen. Dit hou je een seconde of 5 vol. Heel goed. En dan wissel je dat naar je andere voet. Netjes. Deze oefening kun je wel een keer of 20 doen. Per been. Is geen enkel probleem. Is niet vermoeiend, maar wel heel goed voor je stabiliteit. Het tweede deel van de stabiliteitsoefening heet de runner's touch. Oké, Mike, draai maar even een kwartslag deze kant op. De runner's touch is een stabiliteitsoefening voor de hele keten van de onderste extremiteit. Dus zowel de romp als de heup, als de knie, als de voet. Oké, Mike, je mag op je linkervoet gaan staan. Vrije been gaat vervolgens gestrekt naar achteren en je handen gaan gestrekt naar voren en je kijkt naar je handen. Netjes. Vervolgens komt je knie naar voren en til je hem naar voren op. Ja, heel goed. Netjes. Dit herhaal je ongeveer 6 keer. En dat mag je 3 series doen per been. Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe vaak je deze oefeningen moet doen. Nou, 2 tot 3 keer per week is perfect. Maar als je het 1 keer per week doet, dan is het natuurlijk ook al heel erg mooi. Nou, dan is het ook heel erg handig om te weten wanneer je de oefeningen moet doen. Nou, als je de oefeningen in de warm-up of voor de warm-up doet, gewoon heel erg kort, een paar van de herhalingen, is dat hartstikke mooi als activatie. Vervolgens na de training is het heel erg mooi om de oefeningen volledig te herhalen en de hele set aan oefeningen nog een keer te doen. Wil je net zo'n persoonlijk prehab-programma als Mike? Schrijf je dan nu in.